Zullen we wel samen bidden? Heer God, we willen u zo danken dat u met ons echt ook vandaag en deze dagen echt een proces aangaat. En ik wil u zo bidden dat u ons diep raken wilt, zodat we in die afhankelijkheid van u echt zo samen mogen leren om te kijken naar uw Zoon Jezus Christus. We dragen ook zo deze minuten weer aan uw diepe genade op. Wil u ons zegenen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik weet niet of jullie vragen hebben. Ja, Guido. We hadden het gisteren een stukje over zelfbeeld, eigen zelfvertrouwen, eigen waarde in Christus. En daar kan over na te denken, toen dacht ik van, je kan wel je een eigen waarde in Christus vinden, je kan wel een zelfvertrouwen in Christus vinden. Alleen, dat verandert nog niet de zaak hoe men om je heen naar jou kijkt. Of is het een rare gedachte? Dus ik kom maar een beetje lastig. Wat mijn ervaringen zijn, eigenlijk is als ik verander, verandert mijn omgeving. Ik heb dat erg meegemaakt in het zakenleven. Er zijn bepaalde wetgevingen, zijn onder andere dat het belangrijkste is dat er winst gemaakt wordt. Nu vind ik ook dat in een bedrijf winst gemaakt wordt, anders kan dus een bedrijf niet bestaan. Maar ik had nog andere waarden en normen. En dat was namelijk dat ik graag winst maakte, maar dan ook dat ik met die winst God kon eren. Dus dat het op een juiste wijze ging. En dat ik het tweede doel van ons bedrijf was, niet alleen winst maken, maar ook dat mensen werk konden vinden, werk hadden. En daardoor eigenlijk hun gezinnen konden onderhouden. Doordat ik zeg maar deze normen had en normen mijn waardes had en mijn zeg maar daarin eigenlijk een weerspiegeling was, probeerde te zijn, laat ik het zo zeggen, van hoe God naar werk kijkt en hoe hij naar leiding kijkt, veranderde mijn omgeving. Dus het kan best zijn dat als jij dus in eerste instantie zul je niet zoveel merken als jij je identiteit vindt in Christus. Maar dat is eigenlijk een verhaal, dat is een weg die je moet gaan. Die identiteit in Christus vinden. Wie je bent en wat je doet en zeg maar de waarde eigenlijk. Hè. Identiteit heeft veel te maken van welke waarde ken ik mezelf toe. En dan is het zo dat je dus, je kunt dan naar uiterlijk kijken, naar je vaardigheden kijken. En dan weerspiegel je en dan kijk je naar anderen en dan zeg je, die hebben meer. En dan wordt je zelfbeeld vertroebeld. Maar op het moment dat je in Christus je waarde vindt, dat hij, zeg maar, dat moet, wat is die horloge eigenlijk waard hier? Weet het, schattend. 2 miljoen Ik zou, zou jij dat daarvoor geven? Ja, dan zou je die, ja, dan is die daadwerkelijk 2 miljoen euro waard. Iemand anders, ik heb ze dus gekocht voor een paar honderd euro, 200 of 300 euro. Misschien wordt die wel gemaakt in China, ze zeggen dat het een Zwitserse loge is, maar, of een Duitse loge is het. Maar misschien wordt die wel gemaakt in China en wordt die voor 2 of 3, 30, 40 euro gemaakt. Maar waarom is deze horloge 2 miljoen euro waard? Omdat Jan, die wil het ervoor geven. Ik zou het hem meteen, zeg maar, jij wilt dat ervoor geven, dan is die ook dat waard. Dus wat ik daarmee wil uitdrukken is, datgene wat ervoor betaald wordt, dat is het waard. Ja, daar zijn we het over eens? Ja? Wat ben jij waard? Guido, wat ben jij waard? Een hele hoop. Hoeveel dan? Een leven. Van? Jezus Christus. Ja, wie heeft jou gekocht?
Wie heeft wat betaald voor jou? Ja, dat zeg ik uit, ik ben een leven waard. Ja, precies. Dat is je waarde. Wat wilde jij zeggen, Cor Jacobine? Ik kan je dat zeggen, dat je het bloed van de Heer Jezus waard bent. Is het niet gewoon het heilig? Het heilig? Nee, ik bedoel, ja. Of ik dat dan waard ben, nee, volgens mij niet. Nee, nee. Ja, precies. Ja, dat is een groot wonder. Ik zou, zeg maar, bijvoorbeeld... ik kan het me ook niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen dat God zeg maar zijn zoon naar de aarde laat komen en dat hij zeg maar zijn zoon geeft voor mij. Dat is één aspect van het evangelie. Kijk, een ander aspect van het evangelie, dat is dat, dat God door zijn zoon zijn heerlijkheid laat zien. Maar dat is ook heel moeilijk te aanvaarden, Jacobine, maar toch is het zo. Toch is het zo. Dat is net zo, weet je, ik vind het een prachtig voorbeeld wat Jan geeft. Hij zegt, dit horloge, daar geef ik 2 miljoen voor. En niemand van ons, hij kan dat zeggen, want hij heeft ze niet. Dus dat is makkelijk roepen. Maar stel nu dat hij zegt van, als ik ze heb, zou ik ze betalen. En jullie zouden nu hier, zeg maar, we zouden die deal sluiten. Ik geef hem de horloge. En hij maakt de koffer open en telt 2 miljoen euro voor die horloge neer. Dan zeggen wij allemaal, die is gek. Hè? Of niet? Ja, ik denk wel. Ja. Maar eigenlijk is dat op Golgotha gebeurd. Eigenlijk is dat daar gebeurd. Dat is zo diep. Eigenlijk is dat daar gebeurd. Dat de hele wereld zegt, die is gek. Dat hebben ze allemaal geroepen daar. Iedereen. En nu nog roept de hele wereld. Die is gek. Ik weet nog goed dat Rietje en ik waren in Heidhuizen, waar we woonden, met een evangelisatieactie bezig met de Jezusfilm. We hadden mensen konden die Jezusfilm bestellen en dan gingen we daar naartoe en brachten we die film. En dan vroegen we aan mensen daarna of we dus terug mochten komen als ze die film hadden bekeken. Dan waren we bij een vrouw in huis en dan waren we teruggekomen. En toen zei ik, wat vond die van die film? En zei ze, ik vond het een prachtige film. Een mooie natuur, heel goed gespeeld, allemaal heel erg mooi. Eén ding had voor mij niet gehoeven. Ik zeg, wat was dan? Wat had dan voor je niet gehoeven? Ze zei, dat Jezus gekruisigd werd. Dat had voor mij niet gehoeven. Ik zeg, waarom had dat voor u niet gehoeven? Toen zei ze, zo slecht kan een mens niet zijn. Zo slecht kan ik niet zijn dat dat nodig is. Die is gek. Snap je? Dat heeft me toen diep geraakt. Ik denk, dat is nu echt exact wat de problematiek is van de mens. Blindheid. Huh? Blindheid, compleet blind. Ja. Goed. Heeft nog iemand een vraag? Ja, ja, Marjolein. Groot Mozes. Ja. Who's asking that God will blot him out of the book. What does he mean with that? Is it that he gives up his salvation for you? Wat ik in Exodus heb voorgelezen. Ja. Dat hij daar. Ik zit net Engels te praten, moet ik Engels te lezen. Ja, dat was in Exodus 32, geloof ik. Dat hij op zich zegt, doe mij maar uit het boek wegschrappen. Ja, nou, wat hij daar doet, is eigenlijk het volgende. Dat is een beeld wat God ons geeft over zijn Zoon Jezus Christus. Dat hij zegt, van, schrap me, als ik het volk daarmee kan redden, schrap mij uit het boek des levens. Nou, waarom kan Mozes eigenlijk, moet hij dat zeggen, schrap mij uit het boek des levens? En waarom zegt Jezus dat niet? Waarom kan Jezus wel die ruil doen en Mozes niet? Dat komt gewoon, dan gaat het eigenlijk, dit onderwerp gaat erover, over gerechtigheid. Mozes had niks vervuld. Hij was een zondig mens, hebben we gewoon gezien. Dus als hij ruilt, als hij die ruil aangaat, dat hij zegt, ik geef mijn leven voor het volk, dan moet hij zeggen,
schrap mij maar uit het boek. Als hij daarmee ingaat, dan geef ik me als ruil, maar ik kan dan de eeuwigheid niet in. En als ik daarmee zeg maar het volk red, dan doe ik dat. God accepteert dat offer niet, dat zien we ook. Maar daarom zegt hij van, schrap mij maar. Ik geef mijn leven voor dit volk en schrap mij maar uit het boek. Dat is best wel absurd, toch? Dat, is dat iets waar je zeg maar naar moet streven? Dat je, want dat is toch bijna onmogelijk? Nee. Nee, dat is eigenlijk zeg maar hetzelfde als Johannes 1 Johannes staat, dat je dus je leven geeft voor een vriend. Maar dat is alleen je aardse leven, dan heb je de eeuwigheid. Ja, maar ja. Hij geeft eigenlijk zijn eeuwige ja, precies. Leven. Ja, hij geeft op wat hij eigenlijk, dat zou hij willen opgeven. Paulus zegt dat toch ook? Paulus zegt dat ook, ja. Mijn leven is ja. Ik zou wel vervloekt willen zijn om even van mijn broeder op ja, te zeggen. Ja, precies. Dat is ook, zeg maar, dan zie je eigenlijk hoe die mensen, waar ze staan en waar ze naartoe groeien. Dat is de les eigenlijk, dat ze, zeg maar, toegroeien naar gelijkvormigheid met Christus. En we hadden net, had ik een heel mooi gesprek met Robert. En het punt is namelijk, ik ben begonnen gisteren met... Is dit onderwijs praktisch haalbaar? En wat ik jullie dus uit de bergrede. En wat ik eigenlijk hoop, dat is dat jullie tot de conclusie komen, dit is niet haalbaar. Wat ik hier aan vertellen ben. Wat Jezus ons vertelde heeft. Dit is voor mij niet haalbaar. Dat betekent eigenlijk, die lat die ligt zo hoog, dat als ik er zelf overheen moet springen, red ik het niet. En wat eigenlijk die bergrede laat zien, is dat Jezus zegt, oké, als je tot de conclusie komt, het is voor jou niet haalbaar, dan ben je gelukkig. Want ik pak je op en ik spring met jou over die lat. Ik doe het. Ik zal het vervullen. Ik heb het volbracht. Snap je? Dat is zo... zo... indrukwekkend, dat je je dus dan ook volledig gaat overgeven. Want ik denk dat, zeg maar, in dat proces waar ik met jullie eigenlijk wil landen deze week, dat is dat je dus zegt, het is niet haalbaar, en dat je dan Christus omarmt. En zegt, Heer, ik geef me helemaal aan u, en ik wil in dat proces komen dat u me tilt en u daaroverheen brengt. Dat is dan kun je ook een roeping volgen. Als je kijkt, dat voorbeeld van Mozes is zo indrukwekkend dat die man die is geroepen, dat staat boven buiten kijf. Maar hij moest tot op een punt komen dat hij zegt van, Heer, ik kan het niet. Wie ben ik nou dat ik dat zou kunnen? Ik kan het niet. Dan zegt God, oké, nu zijn we op waar ik je wilde hebben. Het heeft wel 80 jaar geduurd. Maar nu gaan we 40 jaar gaan we met iemand die is afgestorven, die ga ik nu gebruiken om het volk uit te leiden. En dan komt er een omarming tussen hem als het ware en God. En dat hij zegt van, uit mijn eigen kracht brand ik op. Dat laat die struik zien, maar nu komt God in me. Hij doet het door me heen. En dan komt er een vuur in je, wat niet opbrandt, wat je zelf ook niet opbrandt. Weet je... Iets wat ik eigenlijk, ik heb ook in de sportwereld ben ik actief geweest. Niet zo lang, maar ik heb in een periode van 17 jaar tot 21 heb ik betaald voetbal gespeeld. Ik kwam dus in een setting te zijn waar mensen een grote gave hadden. En dat moet je goed onthouden. Een grote gave hadden, maar ze hadden het karakter niet. En wat betekent dat? Als iemand veel gaves heeft, dat zie je ook in de muziekwereld, dan zie je dat iemand een grote gave heeft en ze leven kort. Want ze kunnen de karakter kan het niet aan. Ze gaan drugs, alcohol, ze vervallen in, zeg maar, perversiteiten, omdat ze zich alles kunnen permitteren. En de gaven aan hun eigen gaven gaan ze volledig ten onder, omdat het karakter niet draagt.
Je ziet het in de evangelische wereld of überhaupt in de christenwereld ook. Dat zeg maar mensen die goed kunnen preken, die een enorm charisma hebben, die zeg maar de druk eigenlijk niet aankunnen. En dan zie je dat grote predikers vervallen in ontucht. Of vervallen dat ze niet met geld kunnen omgaan. En dan zie je dat de gave niet overeenkomt met het karakter. Waar Jezus insteekt hier is karakter. En als je dat karakter vormt, dan kun je ook de gave hanteren. Die hij door jou heen wil laten vormen. Daar zijn we eigenlijk mee bezig. Begrijp je? Je kijkt me zo aan, Jan. Wat ben je aan het denken? Zeg eens wat je denkt. Ik moet even zakken. Ik merk dat heel veel hier denkers zitten. Ik heb dat net tegen Robert ook gezegd. Ik ben zo aan het kijken en dan denk ik tegen, dan ben ik bezig van, wat zouden die mensen nou denken? Dat komt, zeg maar. Dan ben je. Ja, dan zou ik misschien wel stoppen. Ja. Maar weet je, het is heel goed als je, zeg maar, het is goed om na te denken, maar ik wil eigenlijk ook de komende dagen eigenlijk heel graag wat reactie van jullie. Wat doet het nu met je? Ik ga nu over gerechtigheid met jullie nadenken. Want ik heb een prachtig nieuws. En dat is namelijk dat God rechtvaardig is. En ik heb heel slecht nieuws voor jullie. En dat is namelijk dat wij dat niet zijn. En het is zo geweldig nieuws dat God goed is. En het slechte nieuws is dat wij dat niet zijn. Nu is het zo dat, ik ga de teksten niet halen die, zeg maar in Titus 3, daar staat bijvoorbeeld het beeld wat van ons geschetst wordt over dat we ongehoorzaam zijn en dwalend en onverstandig. En Romeinen 3 laat ook een hele situatie zien van die gebrokenheid. En nu is de vraag hier, zeg maar, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En de vraag is, want gerechtigheid is een juridisch begrip. Ik heb dat eens nagekeken en dat is eigenlijk zeg maar een juridisch begrip, een begrip uit de rechtspraak. En dat houdt in dat er recht gedaan wordt aan wie onrecht heeft geleden. Dus dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is een juridisch begrip en dat houdt in dat recht gedaan wordt aan wie onrecht heeft geleden. En nu is het zo dat die rechter, die moet onkreukbaar zijn en niet om te kopen zijn, want hij moet uiteindelijk de partij kiezen van diegene die onrecht geleden heeft. Dus hij moet die schade vergoeden. Hij moet zorgen dat die schade vergoed wordt, dat er recht eigenlijk gedaan wordt. Nu is het zo dat, dat God de grote vraag, en dat is zo ontzettend belangrijk, is. Die zullen jullie wel best wel kunnen beantwoorden, maar ik wil er echt iets dieper op ingaan. En dat is namelijk, hoe kan God nou recht doen door ons te rechtvaardigen? Als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid, wil dat eigenlijk zeggen dat we echt ook hongeren en dorsten, dat we zeggen, hier, rechtvaardig mij in mijn onrechtvaardige, in het onrecht wat ik zelf doe, zeg maar de onrechtvaardigheid waar ik soms in verzeild raak, ook door mezelf. En dan zie je eigenlijk, ik had een gesprek, laat ik eens een gesprek, laat de aantekeningen zijn. Ik had een gesprek met een kleinzoon van ons, met de voorbereidingen van de doop. En toen zei hij tegen mij van, we hadden het over gerechtigheid en toen zei ik tegen hem van, toen ging het gesprek eigenlijk erover hoe God ons vergeven, dat God ons de zonde vergeeft. En toen zei hij van, opa, dat komt omdat God vol van liefde is en vol van genade. Daarom vergeeft hij onze zonde. Ja, dat is meestal het antwoord wat je eigenlijk krijgt. Je moet je voorstellen,
dat er iemand, toen vertelde ik hem het volgende verhaal, dat is niet een verhaal van mezelf, maar van Paul Wosser heb ik dat gehoord. En die zei, stel dat je zeg maar thuis komt en daar is iemand die is thuis, bij jou heeft hij een mes in de handen en hij heeft zeg maar een van je familieleden vermoord. Je grijpt die man, je brengt hem naar de politie, hij zei, en die politie brengt hem naar de rechter en hij komt voor de rechter. En die rechter zegt tegen hem van, heb je dat gedaan? Zegt hij, ja, dat heb ik gedaan. Heb je dat bewust gedaan? Ja, dat heb ik ook bewust gedaan. Zegt hij, heb je schuld? Ja, ik heb schuld. Nou, zegt hij, als ik de wetboeken lees, dan staat op moord met voorbedachte raden, staat levenslang. Of stel dat je dus in Amerika zou leven en daar zou de doodstraf op staan. Om in die vergelijking met zeg maar Gods woord te zijn. Maar zegt die rechter, ik ben liefdevol, ik ben vol van genade en ik spreek je vrij. Ik denk dat alles in mij, als dat mij zou gebeuren of jou zou gebeuren, dan vind ik die rechter nog een grotere crimineel als diegene die de daad heeft gepleegd. Want er geschiet geen recht. Als ik nu voor God kom en zeg, Heer, vergeef mij mijn zonde. En het is op grond van zijn liefde en op grond van zijn genade. In dat heelal zou ik niet willen leven. Met zo'n rechter, met zo'n God. Die zeg maar geen recht spreekt. Die zegt, oké, Miel, je bent vrij, je gaat vrij uit. En ik spreek je vrij op grond van mijn genade en van mijn liefde. Toen zei mijn kleinzoon, die zei, ja opa, dat is ook niet goed. Maar, zegt hij, waarom moet het nu echt dood zijn? Kan het niet zo zijn dat kleine zonde 10 euro, hij is een heel clever kereltje, middelgrote zonde 1000 euro en echte grote zonde 10.000 euro. Waarom is het zo? Ik snap dat die rechter die moet zeg maar recht spreken, dat snapte die. Maar waarom kunnen we niet het zo regelen? Waarom moet het nu meteen zijn dat de loon van de zonde tot de dood leidt? Waarom moeten wij nu sterven? Omdat wij zeg maar voor eeuwig sterven. Heb je je dat al eens afgevraagd? Hoe het nu komt dat als wij zeg maar zondigen tegen God, dat de loon van de zonde de dood is? Die tweede dood. Waarom niet 10.000 euro of een miljoen? Ja, omdat God oneindig groot is. Ja. Je moet zijn waardigheid te maken. Ja. Ja. Ik zal je dat proberen uit te leggen. Ik heb hem als volgt uitgelegd. Want dat was best wel een moeilijke vraag, vond ik. Ik zeg, je moet je voorstellen. Ik heb een waterpistool. Ik loop door Roermond. En ik kom een gemeentelid tegen. Ik spuit hem nat. Wat zou er dan gebeuren? Ja, zei mijn kleinzoon. Ik denk dat de mensen u een hele rare vent zullen vinden. Maar voor de verder rest, ja, dat is het. Ik zeg, weet je Jesse, wat zou er nu gebeuren als ik een politieagent tegenkom? Ik pak mijn pistool, het lijkt echt op een echt pistool. Ik spuit hem nat. Nou, zegt die opa, dat wordt taakstraf. Dat wordt zeker een taakstraf. Hij is 12. 12, ja. Wordt zeker een taakstraf. Toen zei ik, weet je Jesse, nu moeten we het volgende doen. Ik ga naar Amerika. Ik kom door de bewaking van het Witte Huis. Ik bel aan de voordeur van het Witte Huis. De deur gaat open en president Obama staat daar. Ik trek mijn pistool. En ik spuit hem nat. Wat zou er gebeuren? Nou zegt hij, dan ga je de gevangenis in. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik zeg, voor hetzelfde vergrijp, of het een gemeentelid is, of het de politie is, is de straf steeds hoger. Dan ben ik niet zo ver gegaan om met een waterpistool naar God te gaan, maar nu kom ik op wat jij zegt. Nu is het zo dat ik een vergrijp naar God toe doe.
En dat vergrijp tegen de Almachtige, de Allerhoogste, dat verdient de dood. Dat kan ik niet afkopen. Begrijp je? Een gemeentelid, politieagent, Obama, en dan zondigen tegen God. En dan zegt God, als je tegen mij zondigt, dan heb je de dood verdiend. En Job, die zit met een enorm dilemma. In Job 9, er staat, het is waar, en ik weet, het is zo, want hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? En nu krijg je het volgende. Het volgende dilemma, dat vond hij echt een dilemma. Ik heb dat, die tekst heb ik hier ook staan. Er staat in Spreuken 24, vers 24 staat, wie tegen goddeloze zegt, u bent rechtvaardig en we zullen de volken vervloeken, de natie zullen hem verwensen. Hoe kan God nou, zeg maar een tweede tekst zegt, wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heer een gruwel. Hoe kan God nou jou, zeg maar zoals jullie hier zitten, je vrijspreken, zonder dat hij voor zichzelf een gruwel wordt? Dat kan niet vanuit die liefde en genade. Hoe kan dat? Waarom, als je hongert en dorst naar gerechtigheid, hoe komt het nou dat hij je wel kan vrijspreken? En niet voor zichzelf een gruwel wordt. Want in feite, als je dus dit hier bekijkt, wie de goddeloze vrijspreekt, en we zijn alle goddeloos, en rechtvaardig en schuldig verklaard zijn voor de Heer een gruwel, allebei. Wat is dat dan? Hoe is dat dan? Toen zei ik tegen mijn kleinzoon, toen keek hij me aan en zegt hij, opa, dat is echt een dilemma. Hij had het gesnapt. Dat is een groot dilemma. Weten jullie het antwoord? Dat heb ik mijn kinderen ook altijd genoemd. Als je een vraag stelt en je weet het antwoord niet, kun je gewoon Jezus noemen. Want daar... Maar het is... Wie zei dat? Wie zei dat? Ja, leg het eruit, Sabine. Wat? Leg het eens uit. Je kunt het in het Duits uitleggen. Of in Engels, ja. God made the sinless sacrifice. Ja. Therefore, send the son. And that's where the love of God is shown, that he sent his son, that he might bear our sins. Ja. And then we are righteous. Ja, klopt. Er heeft een ruilhandel namelijk voor. Er is een ruilhandel gepleegd. Op Golgotha heeft een ruilhandel plaatsgevonden. En die ruilhandel is eigenlijk het volgende, dat God niet Robert nam en hem aan het kruis nagelde, en niet Herman nam en niet Marjolein en niet Geert, maar hij nam zijn zoon. De vraag is nu, die kreeg ik al eens ooit gesteld, hoe is het nu mogelijk dat God zijn zoon neemt, hij 3 uur, zeg maar, in Golgotha, of in de huis, in de tuin van Gethsemane, dat 3 uur bloed zweet, aan het kruis genageld wordt, en dat dit offer helemaal compleet voor de hele mensheid is. Hoe kan dat? Weet je dat? Hoe kan het nou dat voor God dat genoegdoening is? Ja? Ik wou niet dat het alleen dat moment was. Maar? Ik hoop dat het 33 jaar was. Oké, dan 33 jaar. Maar staat het in een vergelijk met de zonde van alle mensen? Staat het in vergelijk met dit offer, wat is dat offer geweest? Ja? Ik denk dat God afstand moest doen van zichzelf in die zin, omdat het zijn zoon was. Ja. Dus, grote kan het niet. En dan doe ik de toon. Ik heb er gewoon. Nou, weet je, wat daar gebeurt is eigenlijk het volgende.
Wat er gebeurt is het volgende. Ik laat jullie dat zien. Op zich is het zo dat er is een balans. En op die balans, daar zit hier zit de zonde van de hele mensheid. Alles. Van jou en van mij. En nu moet er genoegdoening gebeuren. En het offer van Christus is niet het lijden. Dat lijden van die uren en ook niet de 33 jaar dat leven wat hier geleefd heeft. Dat offer om dat genoegdoening te leven, wat legt God op de weegschaal? Hij legt namelijk het volgende op de weegschaal. Hij is het beeld van de onzichtbare, de eerstgeborene. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. De overheden, alle machten, alle dingen is voor alle dingen en alle dingen hebben zijn bestaan in hem. Wat God op de weegschaal legt, dat is hier heb je de zonde. En nu gaat hij hier neerleggen de geweldige heerlijkheid van zijn zoon. Waarin alles geschapen is. Waar eigenlijk, als je Colossense leest, dan is het zo dat elke ademtocht die jij en ik nemen, die wordt door hem gegeven. Alles. En dan neemt God die heerlijkheid van zijn zoon. En dan legt hij dat op die weegschaal. En dan zie je dat het doorslaat. En dan is er genoegdoening. Dan is er bij die rechter genoegdoening. Snap je? Dat is vergelding. Omdat dat betaald is wat ook de schade is. Er is een groot verschil tussen vergeving en verzoening. Als God ons alleen maar vergeven had, waren we nog niet in, zeg maar, in het paradijs gekomen. Dan moest verzoening gebeuren. Wat is verzoening? Dat in het Hebreeuws is dat een prachtig woord. Dat is het woord kofer. En kofer is eigenlijk dat ik, zeg maar, als iemand, dat was, zeg maar, dat in Exodus staat, hand om hand, tand om tand, voet voor voet, bla voor bla. Dat betekent, als iemand schade had geleden, dan moest ik hem die schade vergoeden. Was het nu zo dat er iemand, zeg maar, ten onrechte door een ongeluk, bijvoorbeeld doordat er staat er in Exodus, dat er een stotige os was, en dat was bekend, en die os die had iemand gedood, dan moest die eigenaar, die moest eigenlijk zelf sterven. Maar dan kon die een vervangingsoffer geven, een kofer. Een kofer was een vervangingsoffer, zodat hij zelf niet hoefde te sterven. En dat was voor diegenen die dus, zeg maar, degenen die achtergebleven waren, die kregen, zeg maar, genoegdoening. Hij kon een vervangingsoffer geven. Nou, wat is er gebeurd op Golgotha? Er is een koffer gebracht, een verzoeningsoffer gebracht. En dat is namelijk dat die vergelding, dat Gods toren, die moest gestild worden. Dat recht, die rechtvaardigheid moest gestild worden. En dat betekent eigenlijk dat God zijn zoon neemt en zijn zoon daarop plaatst en dat hij in zijn zoon jou en mij rechtvaardigt. Nou, als je nu kijkt naar die tekst, dan is het zo dat er staat van dat we hongeren en dorsten, dat we een diep verlangen krijgen. En dat heeft alles te maken met die andere dingen. Dat heeft te maken met aan van geest zijn, dat heeft, zeg maar, te maken met treuren. Dat heeft te maken dat je hoe je met anderen omgaat. En nu ga je dus eigenlijk hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En je zegt, oh God, u heeft dit voor mij verbracht op Golgotha. En nu komen we tot de kern van de kwestie. En het is namelijk, die lat ligt voor ons veel te hoog. Ik ben niet goed. Maar ik ben wel goed gemaakt in Christus. Ik ben niet rechtvaardig. Maar ik ben wel gerechtvaardigd in Christus. En dat is toch, ja, mensen, dat evangelie wat we hebben te verkondigen, wat jullie mogen verkondigen in alles wat nog voor jullie ligt, dat is zo ontzettend kostbaar, dat is zo indrukwekkend, dat is echt ongelooflijk. Ik kan het soms gewoon, dan zit ik 's morgens en dan denk ik, Heer, dat u me gerechtvaardigd hebt en dat u me, zeg maar, dat u uw zoon gegeven heeft. En ik zat ook met die vraag, hoe kan het toch dat een sterveling rechtvaardig kan zijn voor God? Zoals Job dat vraagt, hoe kan het, Heer?
dat ik rechtvaardig ben in u. Voor u. En dan zegt Jezus, dan hoor ik die prachtig Sabine, dat je dan die ene naam noemt. Alleen die naam. Geen verhaal. Een naam. Een naam waar de behoudenis is. Een naam waar iedereen zijn knie voor zal buigen. En als je het nu niet doet, dan komt een tijd dat de knieschijfje gebroken wordt en dan zul je buigen. Want hij is Heer. En dat kun je beter nu doen. Dat je zegt, Heer, ik wil buigen voor u. Ik ben gerechtvaardigd in u. Dat is wat ik jullie wilde geven vandaag. Jan, nog altijd aan denken? Zeg eens wat je aan het denken bent. Maak eens een deelgenoot. Ik heb een beetje een idee, denk ik. Nee, waarom niet? Dat hoeft niet mee. Hè? Dat hoeft niet mee. Nee. Ik heb nog een vraag. Als voorbeeld dat de rechter dan gaat zeggen van ja, je bent vrij, terwijl het helemaal niet, dat zou helemaal niet eerlijk zijn. God heeft zelf gezegd van, die heeft Jezus ook de kans gegeven als middel tot verzoening, maar als mens zou je zeggen van, ook al zegt de rechter oké, iemand anders mag het in je plaats doen, dan kan degene die dat aangedaan is nog altijd zeggen van ja, maar dat vind ik niet eerlijk, want jij moet het zelf doen. Ja, klopt. Dus zeg maar, we zonden tegen God, maar ook tegen mensen. Dus hoe zit dat dan? God kan het genoeg vinden, maar mensen niet. Wacht, wat bedoel je precies, Corinne? Ja, we hebben gezonden tegen we hebben God en tegen mensen. Ja. En God zegt het is genoeg, maar dat zeggen niet alle mensen. Omdat... Nee, als jij zondigt tegen mensen... Dan zul je eigenlijk, daar komen we straks op, als het gaat over conflicthantering. Als jij gezondigd hebt tegen mensen, telt hetzelfde principe. Je gaat er naartoe en je zegt twee dingen. Eerstens, wil je me vergeven? En tweedens, welke schade heb ik veroorzaakt? En dan krijg je dus verzoening. En dat principe werkt ook naar mensen toe. Bedoel je dat? Ja, maar stel je hebt iemand vermoord. Ja. Dat kan je toch niet? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ja. Dus dat kun je, die schade kun je niet meer herstellen. Dus ik denk dat... En daar gaat het eigenlijk om. Er zijn veel zonden waarin wij de schade... Zeg maar, allereerst moet je beseffen dat elke zonde tegen de mens een zonde is tegen God. Maar hoe kom ik daarbij? Als je kijkt naar Jozef, als die bij, zeg maar bij de vrouw van Potifar is... En die vrouw van Potifar wil hem verleiden. Dan zegt hij tegen die vrouw, hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? Dus hij zegt niet, hoe kan ik, uw man heeft me over alles gesteld. En dan zegt hij niet, hoe zou ik kunnen zondigen tegen uw man? Nee, hij zegt, hoe zou ik kunnen zondigen tegen, tegen God? Dus elke zonde die wij plegen, ook tegen mens, is een zonde tegen God. Voor zover wij zeg maar hier op aarde zijn en die genoegdoening zeg maar niet zelf kunnen geven, is het belangrijk dat die ander jou vergeeft. Want dan kom je in dat principe terecht waar Jezus over zegt van, nu heb ik tegen jou gezondigd. Ik kan het niet goed maken, maar ik zeg maar stel dat ik iets immaterieels heb beschadigd. He, dat ik je heb afgewezen of iets dergelijks. Je bent daardoor verwond geraakt. En daar heb ik schuld aan. Nu kan ik tegen jou zeggen, wil je me vergeven? Maar ik kan het eigenlijk, laat ik een ander voorbeeld noemen, in echtscheiding. Mensen die scheiden, de kinderen zijn daar de dupe van. Na een aantal jaren zien ze eigenlijk wat voor schade dat het in de kinderen heeft gebracht. Nu komen ze tot bekering. Nu gaan ze zeg maar vragen van, wil je me aan hun kinderen, wil je me vergeven? Kinderen kunnen vergeven, maar de schade die er is geleden, die is geleden. Die kun je niet vergoeden. Dat gaat niet. Dat is gewoon in die kinderen aanwezig.
dan is het belangrijk dat die kinderen moeten leren dat ze naar God toe gaan. Want hij kan die schade, zeg maar, wel vergoeden. In die zin van dat je daar, dat een plek krijgt in je leven. Maar ze zullen toch moeten vergeven. Waarom? Omdat ze zelf het zicht krijgen. Wat is mij vergeven? Weet je, voor mij, toen ik deze boodschap snapte, wat voor mij is gebeurd op Golgotha. En wat God voor mij heeft gedaan om een vergeving en verzoening te beschenken. Is het zo dat in die 30 jaar dat Rietje en ik dienen in de gemeente, zijn er best wel veel dingen gebeurd waarvan we schade hebben geleden. Echt schade. En toch hebben we die mensen vergeven. Waarom? Omdat ik weet wat mij vergeven is. Ik weet, ik kan niet komen bij God en zeggen, ja maar Heer, die heeft me zoveel schade gedaan, en wat is nu vergeving? Laten we dat eens even bekijken, Genesis 50, want soms is dat eigenlijk de grootste probleem. Genesis 50, daar is die broers die komen naar Jozef toe, Genesis 50. Jacob is gestorven. En nu denken ze, nu gaat hij zijn gramschap halen, Jozef. Nu is vader dood. En dan komen ze naar hem toe en dan zeggen ze in vers 16, Genesis 50, vers 16, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtredingen van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtredingen van de dienaren van God, van uw vader. En wat is de reactie van Jozef? Hij huilt. Hij huilt omdat ze zo tot hem spraken. En dan zegt hij iets wat vergeving is. En dan zegt hij, Jozef vers 19, Jozef zei erop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Wat hij dan zegt is, dat wat jullie gedaan hebben, dat is verschrikkelijk geweest. Maar je hoeft voor mij niet bang te zijn. Voor mij hoef je niet bang te zijn. Ben ik in Gods plaats? God zal met jullie klaarkomen. Van mij heb je niks te duchten. Snap je? En vergeving is het oordeel uit je eigen hart weghalen en het aan God geven dat hij met die persoon verder kan. En de volgende stap, dat is heel erg belangrijk, dat je zelf verder gaat met de gevolgen wat jou is aangedaan. Ik zeg dat nog eens, dat vergeten de meesten. Zelf, Jozef, die zei, van mij heb je geen kwaad te duchten. Natuurlijk heeft die jongen enorme schade geleden. Zijn broer niet gezien. Zijn familieleven opgegeven. Wat denk je wat daar allemaal gaande is geweest in dat leven van hem? In de gevangenis gegooid. Vergeten. En dan zegt hij van mij heb je dat niet te duchten. Hij gaat zelf met de gevolgen verder. En houdt zijn broers niet meer verantwoordelijk. En dat is ontzettend moeilijk. Dat is een gigantisch moeilijk proces. Maar dat kun je, als je kijkt, wat heeft Jezus nou gedaan? Een van de grootste wonders voor mij is, en daar ben ik nog altijd niet uit, Jezus is met de gevolgen van de vergeving zelf aan de slag gegaan. En dat betekent eigenlijk dat hij in een volmaakt lichaam, moet je nooit vergeten, in een volmaakt lichaam de wonden te zien zijn van zijn lijden. Als hij zich toont aan de discipelen, dan laat hij aan Thomas zijn wonden zien. Als Johannes in de hemel komt en hij ziet de Heer Jezus op de troon zitten, wat ziet hij dan? Hij ziet de lam staan als geslacht. Als geslacht. De tekenen zijn te zien. En ik vraag me af of dat die tekenen zijn,
Of dat we zullen zien hoe als een geslacht lam, een lam slachten ze met een mes door de keel. Dat zullen we zien. Op een of andere manier zullen we zien een verheerlijkte Heer met tekenen van lijden. En dat zijn de gevolgen van de vergeving. Hij is met die gevolgen, hij houdt ons daar zelf niet voor verantwoordelijk. Hij gaat er zelf mee verder. Het belletje is gegaan. Het doet me goed dat jullie niet opspringen en meteen naar de koffie halen. Er is geen koffie. Oh, er is geen koffie. Dat is de reden. Soms doen we dat wel. Ja. Goed. Ik zal afsluiten. Heer, we willen u zo danken dat dit evangelie zo ongelooflijk kostbaar is. En ik wil u zo danken dat het ook echt, dat ik nu ook echt zie dat het impact heeft in onze levens. Ook hier bij de jongeren. Dat we stil worden, dat we nadenken. O Vader, we willen u zo danken dat uw Zoon Jezus Christus gekomen is en dat hij ons gerechtvaardigd heeft. En dat we echt hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. En ik wil u danken dat u zo spreekt. Zegen die ons ook in het verdere verloop van deze dag. En we willen u zo bidden dat u het verder uitwerkt, dat u de naprediker bent van dit alles wat hier gedeeld wordt. Ter verheerlijking van uw eigen naam, tot verheerlijking van uw Zoon Jezus Christus. Amen.